112. Hallo? 112? Er is er een weg. Er is er weer een. Oh. Nee, oh, er is er weer een weg. No fucking way, what the? No, 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 no. Een hele goede dag, dames en heren. En super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Mike en vandaag ga ik iets nieuws proberen. Namelijk iets met de VR. Ik heb een nieuw spel gedownload. Dat heet Five Nights at Freddy's. Het is voor mij niet bekend. Ik weet niet wat het is. Het is een soort van horrorspel met, ja, wat is het? Knuffels, poppen, weet ik het. En ik heb echt een afschuwelijk hekel aan poppen. En nou ja, ik ben niet de enige, want meerdere mensen hebben er wel angsten voor. Maar goed, ik ga dit spel dus uitproberen. En ik heb hier mijn VR-bril. Ik heb hier ook mijn controllers. Ik heb hem nou net voor het eerst opgestart. Hij is net gedownload. En ik ga eens kijken wat het is. Ik ben hartstikke benieuwd en ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Niet om het een of ander, maar ik ben echt een fucking pussy met deze games. Dus ik ben echt benieuwd waar dit naartoe gaat. Ik snap ook echt niet waarom ik hier aan begonnen ben. Ai, 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 ai. Why is the dark so scary? Nou, dames en heren, daar gaan we. Let's play Five Nights at Freddy. Kijk, dit klinkt al een stuk leuker. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age. And what better way to do that than with an edge of your seat virtual reality experience. Edge of your seat? Ik hoop niet dat je hierbij moet zitten, want ik sta namelijk. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades. And while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't above laughing at ourselves. Ha ha ha. That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios, lies, that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game. In the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Die knuffels, die zijn zo, die zien er zo duivels uit. Kijk die ogen, kijk überhaupt die ogen. Ik weet niet eens of ik dit ga trekken. Hey, die cassette. We do, however, ask that you agree to a simple waiver before you play. It's mostly just legal mumbo jumbo and isn't at all based on user experiences thus far or injuries associated with testing. Just touch the button to agree and you acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Okay. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. Fuck yo. And remember, despite the temporary horror you may experience, this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Oh. Hey, ik zweer het je, ik heb kippenvel op mijn fucking benen. Okay, hoe werkt dit? Wat is dit? Nee, 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 nee. The fuck heb ik gedaan? Ah, nee man, ik hou niet van dit hoor. Oh man, die motherfucker daar in de hoek. Ik zweer het je. Maar wat nou als je... Ik hou niet van dit liedje, ga terug. Vermaan jezelf, Mike. Start it. You can do this. You're not scared. Je bent niet bang.
Hallo? Hoi. Natuurlijk kan je dat niet blazen, idioot. Hey. Money, money. Ah! Domme. Ja, ja. Shut the fuck up. Ai nee, die deuren staan open. Ai nee, wacht. Ai nee, oh. En wacht even, dit ben ik. En als ik deze camera aanzet, weet ik precies wat er in die gang gebeurt. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Hey, ik was alle twee tegelijk aan, man. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth pop up in front of the mask. What the fuck is that? Yeah, they don't tell you these things when you sign up. And it is weer weg. But hey, first station to breathe. Hey, waarom ga je even snel naar beneden? Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Yeah. Waarom lijkt dit zo echt? Oh, oké, dat is de kast. Dat is de kast. Rustig, het is maar gewoon een fucking kast. No fucking way. What the... No. Nee, ga weg. Ik heb jou gezien, bitch. I fucking saw you. 12. Holy shit. Ik zweer. Wow. Ik zag ogen. Ik wil niet meer kijken. Oh, nee man. Nee, dit gaat echt boven mijn limiet. No. No way. Dit is zo erg, ik zweet. Wil je mijn voorhoofd voelen? Wil je me voelen? Voel mijn voorhoofd? Ik ben gewoon nat, hè? Is het zo? Ik zweer, dit... Hey man, dit is echt eng. Ik zweer, dit is echt eng. Kijk maar mijn video terug, ik zweer het je. Wil je ook een keer? Nou, misschien... Wil je ook een keer? Misschien ga ik wel in part 2 een keer. Part 2? Kom op Mike, je bent veilig. Je staat in je eigen ruimte. Je staat in je kamer. Zet die VR-bril op. Het is niet erg, het zijn maar stelletje poppen. Return menu of restart. Ja, maar... Oké, nou gaan we het even goed doen. Ik heb een message voor je om je te helpen je op je eerste nacht. Ik heb eigenlijk in dat office gewerkt.
for you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So deze stond volgens mij de vorige keer. Ik weet niet zeker of hij het was, maar volgens mij verdween hij. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon waarom sta ik nou ineens zo hoog? A missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly closed. Those same stupid songs for 20 years I never got about, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, Dit gaan we niet fucking weer doen. Het licht kan uit, maar de deuren blijven fucking dicht. Ik kan hier niet. Er is er een weg. Er is er weer. Er is er weer een weg. Bro, 112. Hallo? 112? Hallo? 112? Speelgoed komt tot leven hier. Hallo? Hey! Hey! Bro, oké, 58%. We moeten wat doen aan dat stroom, denk ik. 56, fuck. Cams. Ik hoor hem aan die kant. Hey, het is wel gaar, man. Die ventilator voelt echt alsof je die wind in je gezicht krijgt. Ik heb hier namelijk ook de ventilator aan. En geloof me, dat voel je wel. Oh my god, mijn hoofd wordt echt gek hiervan, hè. Ik kan toch niks anders doen hier. Hoe ga ik weer naar beneden? Ik heb knopjes gebruikt. Oh. Oké. Okay. Uit. Nee. Dat is die kant. Dat betekent dat deze gast... Zeven, zes. Hi. Ik ga kijken. What the fuck? Gaan we vechten? Weet je wat, folks? Laten we eens een ander level proberen. Ik snap ook het doel van het level niet. Laten we eens voor deze eens een keer gaan. Brrr. Push buttons. Oh man, niet weer. Ik heb in ieder geval geen deuren volgens mij. Light. Hallo. Fans. Hallo en welkom bij je nieuwe summer job at the new and improved Freddy Fazbear Pizza. Zijn luchtschachten. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see in your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. Okay, dat is best eng. I want to reassure you, now that being said, no new system is without its kinks. Waarom doet niks het? Is dit de IT-afdeling? Ja, luister eens, mijn licht doet het niet. Elke keer als ik op druk hoor ik... En dat doet hij gewoon niet. Ja, hoe werkt dat dan? Hey, we hebben... Dat ben ik, dit is die kamer.
Nee. Ik zag iemand. Daar. Oh, waarom? Wat is dit? Nee. Oké, dames en heren, ik moet wel iets zachter praten en ook iets minder hard gillen, omdat mijn moeder hiernaast probeert te slapen. Oh my god. Dit is echt een fucking nightmare. Maar ik snap ook het doel van het spel niet. Wat moet ik hier doen? No. Oh, zo. Oh, ik sloeg zo hard die VR-bril voor mijn hoofd. Oh. Ik probeerde mijn handen voor mijn ogen te doen. Oh, wat fijn. Ik heb al 2 van de 30 coins gevonden. Zat die er? Oké. Waarom? Nee. Stond die er altijd al? Nee, je lult hem dood. Daar stond elke keer die groene gozer. Jij stond hier nog niet. Kill. Ben je een vent of niet? Ja, ik ben een vent. Oké, gedraag je dan als een vent. Sorry, het spijt me. Geeft niet. Oké. Laten we eens. Funtime Freddy? Oh, dat klinkt leuk. Funtime met Freddy. Yeah. Freddy. Flashlight? Oké. Oh, dit gaat zo tegen mijn zin in. Nee. Daar naartoe? Wat? Shut the fuck up met dat glas. Ik zweer, dit is. Dames en heren, dit is echt. Ik ben klaar met deze game. Dames en heren, alsjeblieft geef even een like button. Abonneer op dit kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En deel dit met zoveel mogelijk vrienden. Ik doe dit allemaal voor jullie. Dit gaat echt over mijn grens heen, hè. Helemaal klaar. Nee. En vinden jullie dat hier een part 2 van moet komen? Zet dan dat even in de comments. Of heb je een beter spel voor mij om uit te proberen? Hopelijk geen horror, maar heb je een beter spel? Gooi het even in de comments en wie weet ga ik die ook wel doen. Sorry mama als je probeert te slapen. Het spijt me, ik kon het niet tegen om zachtjes te doen. Ik probeerde het, maar het lukte niet. Willen jullie dat er een part 2 komt? En dat Fabienne er ook aan mee gaat doen? Gaan wij dat regelen. Want jij bent de volgende aan de beurt. Ik ben benieuwd of jij ook zulke stalen ballen als ik heb. Ja, ik heb geen stalen ballen. Ik ben echt een fucking watje. Ik ben echt van, ik zweer het, dit spel echt. Pff. Maar goed, de volgende keer gaan we gewoon Beat Saberen, want dat vind ik wel leuk. En daar ben ik wel goed in. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ontzettend hebben genoten. Ik in ieder geval niet.
abonneer of op het kanaal. Waarschijnlijk heb ik het al gezegd, maar doe het gewoon even. En hopelijk zie ik jullie volgende week weer bij een gloednieuwe video. Take it easy en tot de volgende keer. Yo!